Voorzitter, dank u wel. Het is weer een ouderwets gezellige chaos in Europa. Van Rompuy, het duo Merkozy en Mr. Draghi laten wederom allemaal proefballonnetjes op zonder te weten waar ze landen. Het is tekenend voor de manier waarop besluitvorming plaatsvindt in Europa. Op een schip met 27 kapiteins en 500 miljoen matrozen. Had maar naar de PVV geluisterd 2 jaar geleden. Het is zo makkelijk. Hadden we het Griekse probleem geïsoleerd en besmetting voorkomen. Door dit niet te doen, verergert de crisis keer op keer en verdampt het vertrouwen in de euro. We worden steeds verder in het Europese moeras getrokken en staan voor miljarden garant voor zwakke zuidelijke eurolanden. Nederland zet zelfs haar AAA-status op het spel. En de teller staat inmiddels op 150 miljard. 150 miljard staan wij garant voor landen als Italië, Griekenland en Spanje. Het is voor dit kabinet alles of niets. Voorzitter, de PVV heeft daarom een onderzoek ingesteld. De terugkeer naar de gulden of de introductie van de euro. De bevolking heeft recht op een eerlijk verhaal. Niet wat het beste is voor Europa, maar wat is het beste voor Nederland? Dat is wat telt voor de PVV. En de PVV komt daarom binnenkort met een plan B. De regeringsleiders willen kost wat kost de euro redden. En ze weten dat het heel veel geld gaat kosten. Maar het is hun trots te na. De schuldenberg in de Zuid-Europese landen verdwijnt niet zomaar en zeker niet door ze met meer euro's te behangen. De zuidelijke landen hebben jarenlang feest gevierd dankzij de euro. Ze konden lekker goedkoop lenen en hebben daarmee voor Sinterklaas gespeeld in plaats van orde op zaken te stellen. Niemand die hen tenslotte tegenhield. De lonen, voorzitter, die spoten omhoog. In Griekenland met 40%. In Spanje met 31%. In Portugal met 27% in de afgelopen 9 jaar. Terwijl in Duitsland met slechts 7%. Voorzitter, ook de import schoot omhoog en de export stagneerde. De staat was één grote pinautomaat, terwijl tegelijkertijd de productiviteit en de concurrentiekracht ziender ogen afnam. Volgens het World Economic Forum, de concurrentieindex daarvan, staat Italië op de 48e plaats. Net achter Indonesië en Brunei qua concurrentie. En ook de werkloosheid als gevolg van die concurrentiekracht die afnam, neemt ziende ogen toe. De werkloosheid onder de jeugd bedraagt inmiddels 50% in Spanje en in Italië 30%. Voorzitter, de probleemlanden hebben de zaak laten ontsporen en willen nu de rekening bij ons neerleggen. Zo zijn we niet getrouwd. Dat was nooit de afspraak. Een paar voorbeelden. Neem nu Italië. Heeft de schuld laten oplopen tot bijna 2 biljoen. Niet biljoen, maar biljoen. De Nederlandse 2000 miljard. Dit land heeft een zwarte economie van meer dan 22%. Met andere woorden, 350 miljard wordt daar zwart verdiend in Italië. Geen premies, geen btw, geen belasting over betaald. Voorzitter, Italië, daar ligt dus 150 miljard voor het oprapen. Ze hoeven maar te bukken. Italië is ook het pensioenland, nummer uno. Meer dan 200 miljard, 14% van het bbp, gaat op aan pensioenen. En Italië is daar volgens de OESO daarmee koploper. In Nederland geven we 5% uit aan pensioenen. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat bijvoorbeeld de vrouw van Umberto Bossi, de leider van Lega Nord, met haar 39ste met pensioen ging. Dat kan in Italië. Italië loopt ook 60 miljard mis ten gevolge van corruptie in de publieke sector, volgens de Italiaanse rekenkamer. En staat ook niet voor niks op de 67ste plaats op de corruptieindex, net boven Rwanda. Aan dit land, voorzitter, gaat deze regering voor miljarden garant staan. Griekenland is nog erger. Belastingontduiking is daar, zoals we allemaal weten, volkssport nummer 1. Een zwarte economie van 25%. In dit land ligt 60 miljard voor het oprapen. Maar ze doen het niet. De Grieken zelf hebben hun spaargeld al lang weggesluist naar Zwitserse bankrekeningen. De bankrun waar we zo bang voor waren, die is er al bijna voltooid. 200 miljard weggemoffeld op Zwitserse bankrekeningen. Griekenland is zelfs iets corrupter als Colombia.
volgens de corruptieindex. Maar voorzitter, zijn die landen dan zo arm? Nee, want ze hebben namelijk heel veel staatsbezittingen. Terwijl Nederland alles heeft verkocht, alles heeft geprivatiseerd, hebben deze landen nog heel veel op de balans staan. Griekenland, volgens ECB-bestuurder, voor maar liefst 300 miljard aan bezittingen. Italië voor bijna 1800 miljard. Bijna hun hele staatsschuld kunnen ze aflossen als ze hun gebouwen, hun staatsbedrijven en hun kunstschatten zouden verkopen. Voorzitter, als die landen hun zwarte economie aanpakken, de fraude en corruptie bestrijden en hun staatsbezittingen verkopen en stoppen met het strooien van pensioenen en gratis gezondheidszorg, dan zijn alle problemen opgelost. Waarom doen ze dat niet? Nu mogen Henk en Ingrid voor hun schulden opdraaien, terwijl deze landen op hun geld blijven zitten. Voorzitter, dan de begrotingsunie. Jarenlang betaalden de Zuid-Europese landen een veel te lage rente, waarmee ze hun welvaart inkochten. Nu zijn de beleggers wakker geworden en zien ze dat landen hun overheidsfinanciën hebben laten ontsporen, met hoge rentes tot gevolg. Dat is die marktwerking. Dat is dus goed. De afspraken uit het verdrag van Maastricht zijn met voeten getreden en al die tijd stonden de regeringsleiders erbij en keken ernaar. Nu wil mevrouw Merkel en meneer Sarkozy opeens dit repareren als signaal aan de markten in de hoop dat de rust wederkeert. Ze hebben gezien dat alle acties tot nu toe geen zoden aan de dijk hebben gezet. De lening aan Griekenland, het noodfonds, de interventies van de ECB, de beloftes om te gaan bezuinigen, allemaal heeft het niets geholpen. En Sarkozy grijpt zich nu vast aan zijn laatste strohalm. Dan maar een nieuw verdrag met daarin automatische sancties. Pardon. Dat is allemaal heel mooi, maar het blijft natuurlijk een achterhoedegevecht. Dit is hetzelfde als nadenken over brandpreventie, terwijl je staat te kijken bij een hevig uitslaande brand. We zien dat in Griekenland als grootste zondaar. Geen sancties krijgt Griekenland, maar juist van alle kanten cadeautjes. Miljarden aan subsidies. Natuurlijk moet ook volgens de PVV elk land dat er een puinhoop voor maakt keihard worden aangepakt. De PVV heeft daarvoor een heldere drietrapsraket. Eerst een waarschuwing, dan een fikse boete en als dat niet werkt, uit de euro. En ook onze premier heeft die sanctie van uit de euro met veel bravoure gepresenteerd in de Financial Times. Maar wat is daarvan over, zo vraag ik de minister-president. Was dit stoere praat of gaat hij alsnog deze sanctie afdwingen in Brussel? En wat is er over van de onafhankelijke eurocommissaris? Waar is die gebleven in de voorstellen? Voorzitter, dan de grootste angel, de ESM, het permanente noodfonds. Het duo Sarkozy wil dit vanaf eind volgend jaar operationeel hebben. De PVV ziet niets in dit permanente vangnet dat meer weg heeft van een hangmat met perverse prikkels. Want landen die uit de rails lopen, daarvoor staat een pot klaar voor 500 miljard. En beleggers lopen geen enkel risico meer op wanbetaling. Het fonds staat voor alles en iedereen garant. Maar toch een paar vragen. Klopt het, zo vraag ik aan de minister of de minister-president, dat een gekwalificeerde meerderheid kan bepalen of we moeten bijstorten in het ESM door de Raad van Bewindsvoerders? En klopt het dat een meerderheid, zo lees ik in de brief van Merkel en Sarkozy, dat een meerderheid van 85% kan bepalen hoe en waaraan het geld uit het noodfonds wordt besteed en of we het maatschappelijk kapitaal van 700 miljard moeten ophogen? Betekent dit, voorzitter, dat Duitsland, Frankrijk en Italië elke beslissing dus kunnen vetoen, terwijl de rest, en dus ook Nederland, haar veto kwijtraakt? Dat kan toch niet waar zijn? En dat Van Rompuy heeft voorgesteld om van het ESM een bank te maken. Een bank die bij de Europese Centrale Bank onbeperkt geld kan lenen. En klopt het dat het EFSF niet opgaat in het ESM, maar dat beide naast elkaar kunnen blijven bestaan? Ons onderzoek naar de gulden, voorzitter, of naar de euro, wordt alleen maar urgenter. De risico's stapelen zich op. De euro is voor de PVV niet heilig. De euro is een betaalmiddel en mag geen doel op zich worden. Die kosten wat kosten in leven gehouden moet worden. De PVV wil daarom een referendum over elke verdragswijziging. En laat Henk en Ingrid maar beslissen
of ze het verantwoord vinden dat straks hun kleinkinderen nog aan het afbetalen zijn op dit avontuur. Opa en oma moeten zich dan kunnen verantwoorden. Dankjewel. Vraag van de pastor. Voorzitter, de heer Van Dijk is heel duidelijk. Hij vindt dat elke verdragswijziging onderworpen zou moeten worden aan een goedkeuring via een beoordeling via een referendum. De vraag aan de heer Van Dijk is, stel nou dat er door deze Kamer niet voor wordt gekozen om een verdragswijziging in een referendum voor te leggen. Wat is dan de opstelling van de PVV? Is men dan bereid om toe te zien hoe eventueel zo'n verdragswijziging wel wordt gesteund? Of zegt men dan, dit laten wij niet gebeuren? Ja, voorzitter, ik had mij eigenlijk voorgenomen om niet in te gaan op als-dan vragen. Dit is toch zo één? U stelde mij er ook in. Nou, nee, daarom ben ik zo eerlijk om de bal op dezelfde manier terug te kaatsen. Maar inderdaad, voorzitter, het is zo dat wij graag een referendum willen, want dit gaat over iets groots. We willen al vanaf dag 1 bij de tijdelijke noodfonds, wilden dat al voorleggen aan de inwoners en de bevolking van Nederland. En u hebt mij nooit gesteund en vandaar dat we geen meerderheid hebben daarvoor. Ik kijk vraag naar de voorzitter of hij wellicht een antwoord op de vraag heeft gehoord. Maar ik heb hem in ieder geval niet gehoord. De vraag was, stel dat er geen referendum komt. Is de PVV dan bereid om toe te zien hoe er met steun van eventueel een anders tot stand gekomen Kamermeerderheid wel een verdrag wordt gesteund? En is de PVV dan in feite, in de terminologie van haar eigen partij, de europoedel van dit kabinet die dat maar laat gebeuren? Of zegt de PVV nee, dat zullen wij nooit toestaan en nooit laten gebeuren? Nou, voorzitter, dat laten we even vooropstellen. Er is hier maar één, de euro. Poedel, en dat is de PvdA, want die steunt alles ongeclausuleerd en is hartstikke blij met elke stap die gezet wordt in Europa. Wij niet, zoals u weet, en u kent de gedoogconstructie. Ik ga het nu voor de 10e keer uitleggen. Wij hebben hier afspraken over en wij voeren oppositie op dit dossier, omdat we niet in dezelfde denkrichting en marsroute zitten als dit kabinet. U wel, u loopt dit kabinet op dit dossier achterna, dus ik vraag dan wie is dan de poedel, maar wij doen dat niet en wij vinden dat de bevolking recht heeft om zich hierover uit te spreken middels een referendum. Dank u wel. Dan is het... Voorzitter, dank u wel. Ik heb slechts één motie. Het kabinet is namelijk bereid om heel ver te gaan om de euro te redden. Ze gaan daarmee tot aan het gaatje. En een verdragswijziging en de oprichting van een permanente noodfonds ter grootte van 700 miljard... rechtvaardigt dan ook, wat de PVV betreft, een volksraadpleging. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het verdrag van Lissabon mogelijk wordt gewijzigd. Overwegende dat in 2012 mogelijk een permanent noodfonds wordt opgetuigd. Verzoekt de regering om het ESM-verdrag en of enige andere verdragswijziging in een referendum aan het Nederlandse volk voor te leggen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik sta vast dat het geval is en daar maakt ze onderdeel uit van de beraadslagingen. Er is een vraag van de heer Plaster. Ik ga de gang. Voorzitter, ik wil niet de hele discussie heropenen, maar nu er zo'n duidelijke uitspraak wordt gevraagd. Stel dat deze motie het nou morgen niet haalt. Sluit de PVV dan uit dat er alsnog hier komend jaar voor een van die dingen die in die motie wordt genoemd een Kamermeerderheid tot stand komt en dat men dat laat gebeuren? Voorzitter, dat er volgend jaar een Kamermeerderheid tot stand komt? Stel dat deze motie wordt verworpen. En volgend jaar komt er inderdaad een voorstel voor het ESM of een van die andere dingen die u in die motie, die de heer Van Dijk in die motie noemt. Zal dan de PVV, de regering, dat voorstel hier in de Kamer laten verdedigen en wellicht ook waarnemen dat die voorstellen worden aangenomen? Ja, voorzitter, dan gaat de PVV weer een motie indienen om dat als referendum voor te leggen. En die wordt weer verworpen, et cetera. Zolang de PvdA ons daarin niet steunt, wellicht.